Amnesty International uit Leeuwarden heeft een stemkompas gemaakt. Als je aan mensenrechten denkt, komt de gemeente niet als eerste bij veel mensen op. Maar ook in de gemeentepolitiek spelen mensenrechten een rol. Denk aan de opvang van vluchtelingen en mensen zonder verblijfstatus. Het gebruik van bodycams voor opsporing of van etnisch profileren. Daarom is de stemkompas gemaakt. Het is een handig hulpmiddel dat kiezers snel en overzichtelijk laat zien welke standpunten partijen hebben over onderwerpen die te maken hebben met mensenrechten. Binnenkort zijn er de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. Wij vroegen de mensen over hun ideeën en keuzes. Weet u dat op 22 november de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ja, dat weet ik. Zeker, dat weet ik, ja. Ja, dat weet ik wel. Jawel. Ja hoor, ja. Bent u ook van plan om te gaan stemmen? Ik ben wel van plan om te gaan stemmen. Ja, uiteraard. Ik vind dat mijn plicht als burger om te gaan stemmen. Nou, nee. Ik kan het niet meer vinden. Nee, ik stem niet. Op welke partij, als u dat wil vertellen? Dat wil ik niet vertellen. Fries Nationale Partij. Ik neig naar lijst 058. De Partij van de Dieren. Ik ben een ondernemer, dus mijn voorkeur gaat uit naar een partij die ondernemers steunt. Dan kom je stemmen gauw bij de VVD uit. Ik moet ook zeggen dat ik een nieuw initiatief, lijst 058, heeft ook mijn bijzondere interesse. Dus die kant gaat het om. Wat zijn voor u de belangrijkste politieke onderwerpen? Milieu, vluchtelingenproblematiek. De betalingen aan de gemeente, dat wou het FNP eraf hebben. Ja, dat is eigenlijk heel breed. Het sociale domein is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook dat er een klimaat geschapen wordt voor mij als ondernemer, dat ik mijn zaken hier kan doen. Milieu is heel belangrijk voor mij en het belastingstelsel. Ontwikkeling van de stad, verkeer en ook het hele sportgebeuren. En dan niet alleen topsport, maar ook de breedte sport. Heeft u ook specifieke vragen voor de burgemeester? Op dit moment even niet, nee. En specifieke vragen voor de raadsleden? Ook toch niet? Nee, moet ik even over nadenken nog. Ik vind het wel een goede vraag van jou. Ja. Die moeten goed hun best doen en goed kijken wat er misgaat. Ja, dat ze oog hebben voor niet alleen milieu en al die andere belangrijke dingen van de omgeving van onze stad. Maar dus ook voor de mensen in de knel waar ik het net over had. Omroep Leo besteedt uitgebreid aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november. Van maandag 13 tot en met 22 november is er tussen 5 en 6 uur op de radio het Leo verkiezingsprogramma te beluisteren. Tijdens de eerste uitzending op 13 november is burgemeester Kroonen te gast. Voor de andere uitzendingen zal alle lijsttrekkers worden uitgenodigd. Op 22 november, de verkiezingdag zelf, verzorgt Omroep Leo vanaf 9 uur 's avonds een live tv-programma waarin alle uitslagen bekend worden gemaakt en waarin de partijen reageren op de uitslag. Vandaag heeft de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt plaatsgevonden, waar ongeveer 500.000 kinderen aan deelnamen. Het thema van dit jaar was: gezond ontbijten is geen kunst. De start van het Nationaal Schoolontbijt was afgelopen maandag in het Rijksmuseum in Amsterdam. De landelijke afsluiting heeft vandaag plaatsgevonden in Leeuwarden in het Fries Museum. Twee groepen 7 van de Algra School uit Leeuwarden deden mee aan het slotontbijt. Wij vroegen aan Frank Jansen hoe het Nationaal Schoolontbijt begonnen is. Het is begonnen met 15 jaar geleden met 25 scholen. Het is heel klein en ondertussen zitten we op 2900 scholen. Het is heel groot. En we hebben altijd als doel gehad om kinderen te laten ontbijten. Want er zijn nog heel veel kinderen toen die niet ontbeten. Gelukkig zijn dat er nu minder. En de laatste jaren is het niet alleen om kinderen te laten ontbijten, maar ook om gezonder te laten ontbijten. En die ontwikkeling duurt u ook echt terug? Ja, dan moet je je voorstellen dat, weet het niet van 15 jaar geleden meer, maar als je kijkt naar het ontbijt, waar het ongeveer 5 jaar geleden nog 83% van de kinderen, van alle kinderen die dagelijks ontbeten. En nu gaat het richting de 95%. Dus er zijn veel meer kinderen die gewoon elke dag ontbijten en dat vinden we een fantastische ontwikkeling natuurlijk. Burgemeester Vert Kroonen zat met de kinderen van de Algra School aan het schoolontbijt.
Onze verslaggever vroeg aan de burgemeester wat hij van het initiatief vond. Nou, dit is heel goed. Dit gebeurt ieder jaar. En dat is ook heel belangrijk dat kinderen even erop gewezen worden. Goh, je kunt veel beter de dag doorkomen als je goed ontbeten hebt. Want vroeg op, laat wakker. Maar neem een boterham en dan ben je nog wakkerder. Dat klopt. En ik zie de kinderen allemaal heel gezond ontbijten. Ja. Maar als ik u een persoonlijke vraag mag stellen, ontbijt u altijd heel gezond 's ochtends? Ja, ik heb iedere ochtend altijd 1 of 2 bruine boterham of een broodje. En dan of met kaas of soms ook wel eens wat zoet. Dus dat is prima. Een beetje melk erbij. En ik neem altijd fruit mee naar mijn werk. Daar hebben we het net over gehad. Ik wil liever mandarijnen. Zij appels, dus ik krijg alle mandarijnen. Ah, dat is een goeie. Dat is de share-economie. We moeten ruilen. Ja. Daar zijn we al goed bezig. Ja. Hoe bijzonder is dit initiatief voor Leeuwarden? Nou, we doen het ieder jaar. Alleen het is nu voor het eerst hier. Meestal doen we het in het oude stadhuis, in de Oranjezaal. Vind ik kinderen ook prachtig. Maar het is eigenlijk ook wel mooi dat ze het museum nu eens binnenkomen. Want hier is natuurlijk ook heel veel te zien. Dus heel goed voorbeeld. Heel Nederland. Zoveel van die scholen die dit doen, is prima. Ja. Ik heb begrepen dat heel Nederland inderdaad meedoet, maar dat Leeuwarden wel qua aantal scholen die meedoen heel hoog scoort. Ja, we proberen altijd echt heel veel voor elkaar te krijgen met scholen, met sport, met ontbijt, andere dingen eten, dat ze bewust zijn van wat er gebeurt. Want als je te snel bent aan verkeerd eten, dan kom je er niet meer vanaf. Dus je moet van de jeugd af aan. En ik hoor hier dat die kinderen ook al heel veel vanaf weten. Nou, dat wist ik vroeger niet op die leeftijd, dus dat is heel goed. Het ontbijt was een groot succes, maar wij vroegen ons af of de kinderen thuis ook zo gezond eten. Niet elke morgen, maar ik probeer er wel om te denken. Wat eet je het liefst? Een broodje met chocopasta. Oké. Jesse, mag jou wat vragen? Elke morgen ben je ook aan het ontbijten. Maak je dat zelf klaar? Wordt het lekker voor je klaargemaakt? Hoe doe je dat? Klaargemaakt. En wat eet je altijd? Ja, broodjes, melkbroodjes en wat drinken. Maar wel gezond? Ja.